Er zijn wel in die crisis ook wel momenten geweest dat ik natuurlijk dacht aan mijn eigen huis of aan mijn eigen spaarsaldi. Ik had geen geld bij Fortis. Ik had dat moment vooral bij Dexiaan lening, wat verschillend is, want dan kan je hoogste schulden verplaatsen. Ik had dat op een natuurlijk gewoon zorgen die andere Nederlanders ook hadden. Maar met enig verschil was, ik mocht er niks aan veranderen, want ik had voorkennis. Eigen spaargeld. Als ik eerlijk ben, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Maar goed, ik heb ook een flink deel van mijn leven onder de balkennorm gezeten, dus dan heb je dat probleem ook niet zozeer.